kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Jawel. Ik heb vandaag nog niet veel gedaan. Ik ga nu de vlog in elkaar steken die ik dus gisteren heb beëindigd. Dan ga ik en mijn allerliefste schatje ook naar familie kijken. Wat heb ik ondertussen tijd gedaan? Ik heb hier nog wat afgewassen, wat opgeruimd, noem maar op. Afval wat gesorteerd. Mijn keukentje is ook eens opgeruimd. Ben ik ook wel eens eigenlijk eens dankbaar dat dat is. Wauw, netter is. Gebeurt ook niet zo vaak. En. Rummikub in plaats van familie doen. Rummikub. Nu had ik zin in familie. Ja, nu had je mij daar waterig voor gemaakt. Ah. Oh. Ze wil nu in één keer Rummikub. Oké, dan gaan we Rummikub in. Maar eerst ga ik mijn vlog in elkaar steken. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Zo mensen. De twee vlogs steken in elkaar. Jawel, en twee keer in een upload. Is allemaal mij nog goed gelukt, hè. Voor 18:00. Waar sommigen denken van, nee, dat lukt toch niet, dat lukt toch niet. Jawel. Maar nu ga ik heerlijk naar familie kijken. Samen met mijn schatje. Yay! Samen knus lekker langs elkaar in bed. Toppie! Hallo kikkers. Jawel. Ik ga door nu naar de volgende locatie toe. Dat is nu naar Bejaar thuis toe. Daar gaan we Maxi even verzorgen. En dan gaan we daar ook weer wachten op een go-word van haar mama. Dat is nog wat. En mijn vlog staat nu juist ook in de upload, dus die komt ook tijdig online. Moet ik nog iets meenemen? GSM. Ja, nog één ding. Mijn powerbank. Voilà, mijn powerbank heb ik ook. Dan het volgende. Ik ga jullie dan hier zo even zetten. Dit rond mij doen. Voilà. De kabel hier ook insteken, dat ik die niet vergeet. Dus even checken. Powerbank, GoPro, GSM, sleutels. Voilà. En let's go. I'm going to drive. Of nog niet, want ik moet nog even naar wc. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, handjes ook gewassen na een toiletbezoek. Is het tijd om te vertrekken. Van ze gaat zij denken van, allee, wat blijft hier, wat blijft hier? Ja, zij zit al in de wagen. Dat iemand zo snel kan vertrekken. Als iemand snel vertrekt, ja bijvoorbeeld ik, dan vergeet ik wel soms eens dingen. En dat is dan niet de bedoeling, dan kan ik opnieuw terugkomen. Een lieve dame die met een hondje op stap is. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. En aan mijn man het white. En kijk maar. Dit is die boom hier. Oh. En ziet die. Die dingetjes staan zo flapperen. Allee, kerst vertrekken. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo mensen. Ik ben dus terug richting mijn huisje aan het rijden. Of beter gezegd, naar het appartementje aan het rijden. Volgens Benny de Slimste, hoe dat ook moet gezegd worden. Ik voel me daar gewoon thuis, dat mag dat toch zeggen.
in mijn appartementje. Oké, ik huur het wel, maar ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Ik ben al stiek kapot en ik heb nog praktisch niks niet gedaan. Jawel, ik heb ook Discord weer al in orde moeten maken. Jee! Ik heb dus even tijd vrijgemaakt bij mijn, zeg het, schatteke. Dus daar heb ik even 5 à 10 minuten tijd moeten maken. Heb ik alles in orde gemaakt via haar laptop. Daar ben ik bijna schatten 1000% dankbaar voor. Maar met een pinkraam zet me na als ik van reefvak verander. Oh, hier staan al auto's. Hier staan al auto's. En ik kon doorrijden. Ik kon doorrijden. Het is rood. Oeh. Nee, ik dacht dat ik aan de andere kant zwaailichten zag. Ik ben nu toch nog eens zo wat aan het opletten. Heb ik nu goed gezien of heb ik nu niet goed gezien? Nee, ik heb nu niet goed gezien. Geen zwaailichten. Oh, had ik maar niet meer zwaailichten. Kon ik joef naar mijn thuis vlammen. Zo gelijk als bij de ambulance en noem maar op, en de politie en al. Hoeveel mogen jullie eigenlijk rijden? Wat bijvoorbeeld, je zit hier niet op de expressweg, waar je dus 120 km per uur mag rijden. Dus, en jullie doen jullie zwaailichten aan, jullie doen jullie sirenes aan. Hoeveel mogen jullie dan rijden? Kunnen jullie mij dat eens alsjeblieft eens in de comments zetten? Daar ben ik wel eens echt zo eens benieuwd naar. Of hebben jullie op dat moment geen snelheid? Oké, dat is geen snelheid. Limiet. Zo bedenk bijvoorbeeld als je in een mug zit of zo. Ja, dan telt elke seconde. Dus mogen jullie dan zo snel rijden als jullie willen, ja of nee? Ik weet het niet. Oh, een leuke nummerplaat. BDA. BDA. Dia. BDA. Oho. Maar ik rijd niet te snel. Ik krijg weer een melding. Jee, van Tappo. Valessa. Ons aan de limietjes houden. Ach meneerke, die sneller wilt rijden met een BMW. Ja, dat is toch altijd zo met de BMW's. Hè? Die wil altijd sneller rijden. Hè? Sneller rijden dan de toegelaten snelheid. Maar nu ben ik ook eens benieuwd naar mijn kijkertjes toe. Zijn jullie altijd braaf op de baan? Of zeggen jullie ook soms eens, voert die snelheid, ik ga wat sneller rijden? Of hebben jullie dat al ooit gedaan en een zware voet gehad achter het stuur? Ik ben dus echt eens benieuwd. Ah wel, ik zal er eens vooruit komen. Ja, ik heb eens... een zware voet, ja. En nu ben ik eens hier zoals anders rond aan het kijken wie hier zo allemaal staat. Misschien ken ik hier iemand bekend, maar blijkbaar niet. En ik ben hier maar aan het vloggen en iedereen denkt zo van tegen wie is het hier te praten. Ja, gewoon tegen mijn camera. Eigenlijk tegen mijn kijkers, hè? Tegen mijn fans en al. Oh. Yippie-ka-yay. Yippie-ka-yo-yo-yo. Ah ja, en binnenkort is het ook Halloween, mijn favoriete feest. Dan ben ik verkleed in een griezelbeest.
met Halloween. Jawel. Hebben jullie een hele leuke Halloween-tocht of noem maar op. En jullie willen het ook eens promoten in mijn YouTube-kanaal. Spreek me gewoon gerust aan op Discord. Stuur mij een mailje info@psychotv.be. En het is veel dan BMW achter mij. Die zit gewoon in mijn kont te pushen. Hè. Zit gewoon in mijn kont te pushen. Ik blijf gewoon 70 rijden. Ik blijf gewoon rustig rijden. 70. En je weet, met die blauwe plakkaat waar ik jullie een paar vlogs alles hebben terug heb laten zien van 30 km per uur. Ik ga er ook nu 30 km per uur over rijden. Als die mijn kant op moet. Nee, die moet niet mijn kant uit. Oh, jammer, die moet rechtdoor. Oh, jammer. Maar ik hou me er wel aan, dus ik rij nu 40. Ik ga dat eens even opnoemen. Dus ik rij nu 40, ongeveer, plus minus. Ik kom nu aan een blauw bord aan. Ik rem nu af naar 30. Voilà. En ik schakel ook al een vitesse lager. En dan zijn we van de vluchtheuvel af. Joink. En dan trek ik een klein beetje op. Terug naar 50. Hup, zet rekens. Ik zit op vitesse 4 nu. Ik ga ook nog eens naar vitesse 5 naartoe. Voilà. Dames, jullie konden, dames en heren, jullie konden al lang over geweest zijn. Dat stonden twee fietsers. Maar ja, die zaten te tetteren. Nu zit ik dus in de Langveldstraat. Bij die tennisclub. Ik weet niet wat die tennisclub tegen mij heeft. Ik weet dat niet. Ik hoor daar heel weinig van. En ik zet hun toch zo vaak in de kijker. Ja, in de kijker. Ik zeg heel vaak hun, hun zaak. Ik maak daar redelijk veel reclame voor. Echt waar. Voilà, ik was daar ook 30 aan het rijden. Ik zit nu in mijn eigen straat. Hier mogen eigenlijk 50. Maar ik rijd hier altijd maar 30. Maar van hier heb je ook heel veel spelende kinderen. En al die eens over de straat kunnen lopen. Noem maar op. En dan kan je die nog wel ontwijken. Voilà. Nu kom ik aan bij mijn appartement. Of beter gezegd, bij het appartement. Ja, oké. Nu, de volgende. Jullie mogen meeluisteren, hè. Hier. Hey schatje van mijn leven, ik hou toch zo veel van jou. En ik mis je nu al, maar we zijn heel rap weer al bij elkander. Want het gaat maar een korte nachtje zijn. Ik hou zoveel van jou. En ik ben veilig en wel bij mijn appartementje aangekomen. Allee, I love you. Ik zie je morgen. En als je zelfs al... Of straks gaat slapen. Een goede nachtrust al toegewenst. Goed, schatje. I love you. En ik hoop dat je van mijn zangtalent hebt genoten. Love you. Voilà, nu hebben jullie dit ook eens allemaal eens. Zelf is allemaal eens groot. Wat ik allemaal doe voor mijn schat. Hè? Ah. Voilà. Sleutels pakken. Toe. En dan trek ik eens even zwijven. En daar loopt mijn buurvrouw. Mijn onderbuurvrouw. Of de kik.
toch niet. Nee? Nee, ze kijkt niet. Ze kijkt niet. Ik kijk wel naar haar, maar ze kijkt mij niet aan. Nee, ze kijkt me niet aan. Nee. Maar, wat kan ik wel nog ondertussen tijd doen? Is dat ik dus naar de brievenbus gaan. En daar zijn we weer aflinders. Vlinders, dat betekent geen post. Geen post is altijd goed nieuws. Maar ik denk dat ik wel morgen veel post ga ontvangen. Oei, ik was mijn gsm aan het proberen te ontgrendelen. Dat gaat niet, want ik ben volop bezig met mijn GoPro en met mijn kijkers, dus dan kan ik ook niet bezig zijn op mijn gsm nu. En nu moet ik dus mijn sleutel ook nog nemen van mijn appartementsvlog. Wat ga ik nu nog doen, dat is een klein beetje de afwas nog doen, die er nog is. Dan en dan wat series kijken op YouTube, waar ik aan het volgen ben. En dan ga ik ook nog sowieso nog iemand feliciteren. Realistic of zoiets, Proficiat, dat geeft met u 1 miljoen abonnees. En ik heb naar uw documentaire gekeken. Ik ga niks... voorzeggen. Ik weet niet hoe jullie dat noemen. Spoiler. Ik wil geen spoiler alert zijn. Nee, dus de documentaire van Realistic, wel, die moeten jullie echt zien. Dat is ook zo gelijk Enzo Knol, wat hij ooit heeft gemaakt. Nee, doet Realistic hetzelfde met zijn 1 miljoen abonnees. Echt waar, Realistic, proficiat ervoor. En hopelijk mogen nog jaren aanwezig zijn in de YouTube community, YouTube scene en al. Dus doe zo voort, want wij houden allemaal van jou. Maar één persoon een klein beetje niet, en dat is Acid, hè. Die een Acid! Ja, nee, ik mag niet zo zijn. Nee, ik vind het heel erg voor Acid dat Enzo Knol de titel, met de titel is gaan lopen onder zijn neus door. Maar, come on, Realistic, pak ook Acid mee in jullie avontuur. In jullie energiedrank, of hoe dat ook noemt. Laat die driehoeksverhouding volledig compleet worden. Dat Acid de markt hier kan veroveren met jullie drankje, alstublieft. Zeg dat ik het heb gezegd. Acid ook meenemen in de boot. Laat Acid niet achter. Pak Acid mee. Please, 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 please. Voilà. Heb ik genoeg geluld? Ik denk het wel, hè. Dan eens even kijken wat hier nog staat voor afwas. Ja, niet veel. Eigenlijk niks. Ik moet nog gewoon één ding iets in de koelkast gaan zetten. Wat is dat? Heb ik al nu in de koelkast gezet? Heb ik dan nu afwas? Ja of nee? Ik dacht het wel. Ja. Zal ik de afwas doen voor 1 kommetje en 1 lepel en 2 glazen? Ik twijfel. Ik twijfel, mensen. Ik ben echt aan het twijfelen. Ah ja, en ik hoor dat mijn... mijn pc staat uit. Maar mijn harde schijven stonden niet uit. Oeh. En juist. Ik moet nog zelfs ook nog ergens naartoe gaan. Naar het Rode Kruis. Ja, het Rode Kruis. Ja, ik moet daar gewoon een account gaan overzetten en dan is het einde verhaal ook van het Rode Kruis. Blijf veilig, AUB. Ja, er waren weer al... Ah ja, ook voor de leden van Discord. Dus als jullie bijvoorbeeld
Jullie zeggen van, ja, ik krijg via e-mail iets van mij opgestuurd. Ik ga het niet openbaar op mijn YouTube-kanaal zeggen. Iets van mijn lichaamsdeel, moet ik dat zo zeggen. Opgestuurd. Jullie zeggen dat wel. Oh, ik heb die e-mail weer gekregen. Ik heb het op WhatsApp gekregen. Uw puntje, foto. Ik geloof daar niet in. Ik geloof daar helemaal niet in. Als jullie dat echt effectief hebben ontvangen, effectief, stuur het alsjeblieft, die bewijzen dan ook eens door naar info@cycletv.be. info@cycletv.be of PM mij op Discord. Zowel, ik ben op Discord zowel als gewoon als Psycho of als Helpdesk. Je mocht die twee accounts PM'en, je mocht daar de bewijzen doorsturen. Echt waar, doorsturen. Heb ik alles meegenomen nu? Ja, dus doorsturen naar mij. En dan kan ik daar ook verder mee gaan. Maar als er geen bewijzen zijn, als jullie dat gewoon zo zeggen van ja, ik heb het ontvangen via WhatsApp en al, dan kan ik dat ook zeggen. Ho, zeg Emiel, ik heb ook weer al van allerlei dingen ontvangen van jou. Ja, dat was dus mijn schat. Dus ik heb ook zoveel dingen ontvangen van jou, Emiel. Of ik heb ook zoveel dingen ontvangen, Benny. Ik heb ook zoveel dingen ontvangen, die persoon. Die blijft gewoon nu sturen, hè. Maar ik ga nu... Jawel, ik ga eens kijken wat hij zei. Heeft gezegd ook op mijn zangtalent. Een hartje. Hey, lieverd. Ik... ook van jou en mis jou ook. X amai. Love is in the air. Oh, er staat er een liedje van. Zal ik eens kijken, hè. Zal ik eens heel snel eens opzoeken. Love is... oh, wacht, hè. In the air. Ja, dat bestaat wel. Oh my god. Van 1971 van John Paul Young. Love is in the air. Is dat die? Is even luisteren. Hè? Ja, eerst reclame. Altijd die reclame op YouTube. Oh. Ja, maar we hebben het nodig. Wij hebben het nodig. Dat zijn ook onze inkomsten. Dus skip het alsjeblieft niet. Dus ja. Is even luisteren. Ik ken de tekst niet, hoor. Love is in the air. Als je het wilt zien op YouTube, die heet John Paul Young. Love is in the air. Tussen laagstjes 1978. Als je het helemaal wilt horen, hè, mensen. Maar bij deze, ga ik... het nu wel afsluiten. Of nee, ik ga jullie nog zelfs nog meenemen. Ja, ik ga jullie zelfs nog meenemen. Of ik zeg dat voor de volgende keer. Dus ja. Want ik ben... hè? Zo... Ik heb het niet... ja, het zit mij niet mee vandaag. Ik zal het zo zeggen. Allee, maar ja. Ik ga jullie laten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte als er iets gebeurt op mijn kanaal. En hier gaan we weer al, hè. Ding-a-ling-a-ling. Ding-a-ling-a-ling. Ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Yo, 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 yo. Waarom heb je dat nu in één keer? Oh, ik heb nog eens ergens koesingen. Dat is echt nu sinds heel lang geleden. Jawel, dat is dus heel lang geleden. Ik ga nog eens één keer 6 praatjes doen. Ik heb er eens koesingen om mijn, ja, spraak wel weer wat te bevorderen. Hier is dan Trivia Pursuit. Wat valt er te zien... opnieuw. Wat valt er te zien als je Madrid
de Blaza de Torres binnenstormt. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Ik wil slimmer worden, hè. Ik weet dat niet. Dus ik ga eens kijken wat de antwoord is. Ah, stierengevecht. Dat wist ik niet. Blaza de Toros. Toros, Toros, stieren. Toro, Toro. Bij welke nieuwe radiozender kakelden Dekkers en O'Neils vanaf 2001? Ik weet dat dus ook niet meer. Dat was Q-Music. Ah, ik was toen Q-Music van start gegaan. En 2001. Damn you, die bestaan ook al lang, Q-Music. Oh my. Goed bezig, Q-Music. Doe nog zoveel jaren bij. Wacht, hè. Van 2001 stond daar. Dat is, we zitten nu in 2014. Pak 2015. Dat is 14 jaar Q-Music. Bijna 15 jaar Q-Music. Hé. Hey. Dan moet er wel een feest zijn, hè? Party! Ja, oké. Okay. Waarvoor staan de letters DAT, de opvolger van Sabena? Ik weet het ook niet. Delta Air Transport. Oké. Okay. In welk kleur staan de letters van het laatste nieuws op het laatste nieuws? Welke kleuren? Jawel. Ik weet het dus niet. Ik denk blauw. Blauw-wit? Oh nee, het is gewoon blauw. Oké, okay, blauw. Hoeveel dimensies kan men met het blote oog onderscheiden? Hoeveel dimensies kan men met een blote oog onderscheiden? Ik weet het nu hoor. Ik wil ook weer al slimmer worden en dat is 3. Wat is de favoriete zwemstijl van Brigitte Picu? Wat is de favoriete zwemstijl van die vrouw, van Brigitte Picu? Ik weet dat niet. Zwemslag? Schoolslag? Zwemslag. Bestaat zwemslag wel? Ik weet dat zelf niet. Ik weet dat begot zelfs niet, als zwemslag bestaat. Allee mensen, ik heb nu wel heel lang... deze fragment is wel echt heel lang geworden hoor. Al 23 minuten man. Ho ho ho. Ben ik al aan het lullen. En dan wil ik niet dat dat zo'n korte vlog wordt. Hoe moet ik dit allemaal regelen? Ik weet het niet. En voor de rest ga ik jullie laten. Jawel, of anders gaat het nog veel te lang worden. Dus ik ga het nog een keer zeggen. Duimpje omhoog, hier onderaan. Abonneer, 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 abonneer. Ik wacht nog even tot jullie hebben geabonneerd en dan ga ik verder. Toch wel een schone teddybeer, hè mensen? Hebben jullie al geabonneerd? Nog niet? Allee, dan wacht ik nog even. Allee, nu is het toch wel gebeurd, hoop ik, hè. Dus, en klik op dat belletje, dan blijf je op de hoogte als er iets gebeurt op mijn YouTube-kanaal. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Nu is het echt waar, hè. Yo, 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 yo. Juist, ik moet dit kleine zusje ook nog even gaan aankoppelen. Echt waar, ook richting... Stuk TV wil ik ook nog even een kleine boodschap gaan nog doen. Dat is een kleine toevoeging. Van een minuutje of een minuutje twee. Jullie zijn ook echt heel goed bezig. Met 15 boeven. Waar zijn jullie toch allemaal mee bezig? Crazy, crazy, crazy. Maar jullie gaan het kunnen. Echt waar. Ik heb de eerste aflevering gezien. Jammer genoeg kan ik de tweede aflevering niet zien op Videoland. Daarvoor moet je geabonneerd zijn. En, ja, en zo'n abonnement aanschaffen.
Ik kan niet overal abonnementen gaan aanschaffen. Dus sorry StukTV dat ik niet via Videoland aan het bekijken ben. Maar wel via YouTube. Dankjewel dat jullie het daar ook op willen neerzetten en al. Dus echt waar. Jullie zijn echt heel goed bezig. En ik hoop echt oprecht dat op de laatste aflevering. Dat ook online gaat komen van jachtseizoen Most Wanted. Dat jullie echt alle boven hebben gevangen. Daar kijk ik echt naar uit toe. En ik word weer al gestoord. Daar kijk ik echt naar uit. Ja. Hebben jullie alle boeven gevangen, ja of nee? Ga zeker kijken naar die geweldige serie wat hun hebben bedacht. Jachtseizoen met 15 boeven. Jachtseizoen Most Wanted. Zeker kijken op de StukTV kanaal. Zeker doen. Ik ben ietsjes te laat om het af te zeggen. Van ik weet wel waar ik dan nog naartoe moet gaan. Ga ik dit aandoen? Nee, ik ga dit niet aandoen. Nee. Voilà. Ik ga dus nu richting de Alk. Daar ga ik even de mensen nog van het Rode Kruis even uit de shit helpen. Ah, oh, fuck. Nu nog dat ook nog. Ik ga nog niet eens direct vertrekken. Lichten uit. Lichten uit. Lichten uit. Voilà. Lights out. Oké. Dan nog heel snel. Dus ja, het gaat toch nog in een redelijk lange vlog worden. Sorry daarvoor, mensen. Sorry. Allee, ik ga nog een kleine thuisgrapje maken via mijn GSM. Van de rit van hier naar hier naartoe en van hier terug naar hier toe. We zien het wel. Ik heb ook, jullie zien nu de rit ook. Ik ga mij gewoon in een bovenhoekje proberen te passen. Ja! Als ik dat, als dat gelukt is en al. En als dat mijn timeslap ook gedaan is, dat je terug gewoon BAM! In het groot beeld komt te staan. Ja. Dat ga ik eens proberen. Dat ga ik proberen. Het gaat heel raar zijn die mensen nog eens terug te zien. Heel raar. Allee mensen, ik zal zeggen, veel kijkplezier nog met de timeslap. En dan zie ik jullie allemaal, dus als de timeslap al gedaan is, zie ik jullie allemaal morgen zeker terug op een gloednieuwe vlog. Deze ga ik nu aan mijn houderke hangen en dan kan ik een hele mooie timeslapje voor jullie maken. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo.